Yo, what's up kijkers van NADN, welkom terug bij Far Cry 4 op de PS4. Oh, what the fuck, ze krijgen nog wat versterking ook. Aan het begin van deze nieuwe port van Far Cry 4 gaan we beginnen met de sidequest. We gaan de gijzelaars redden en ondertussen ben ik ook bezig geweest met voorwerpen maken. Alle beesten die we tegenkomen gaan we killen en kijken of we ze nodig hebben. Het gaat ditmaal vooral om de Indische tapir. Beren gaat het vooral om, blauw schaapjes moeten we nog wat hebben, Aziatische honden en de Indische neushoorn wordt vooral heel heftig. Maar deze is vooral cool om te doen, hiervoor moeten we namelijk verder met de modeweek van Kirat missies en dan hebben we de huid van een geestbeer nodig. Oftewel, dat klinkt alleen maar kicken. Allereerst gaan we eventjes de gijzelaars, dit zijn er al twee, en natuurlijk de enemy spotten. Om deze gozers zo succesvol mogelijk te bevrijden. Wat we moeten doen... Ik denk dat ik het best kan abzeilen hier. Wat we moeten doen is natuurlijk hun redden zonder dat ook maar iemand ons ziet. Want zodra iemand ons wel doorheeft, zijn we eigenlijk al te lul. Wow, 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 ik zit opeens heel dichtbij. Deze zag ik helemaal niet. Oh, fuck. En hij ook, dus hoe gaan we dit doen dan? Laat ik anders hun daarheen gaan ofzo. Shit, hé, wat een rare gasten. Nog één. Oh, shit. En daarachter nog één. Ik vind dit wel heel lastig, hoor. Nou, laat hem maar weer omhoog gaan, inderdaad. Is het gelukt? Alle gijzelaars gered. Dit was fucking ziek. Dit laat een schot ook door de deur of door een raamopening heen. Gijzelaars natuurlijk helemaal blij. Of tenminste de gegijzelde. Alsjeblieft man. Fijne dag nog. De gras kuzond. Jij ook een fijne dag, alsjeblieft. I thought for sure I was finished. Ja, er kan ook geen bedankje af of zo. I would have been killed if you hadn't shown up. No problemen, por favor. Laten we kijken wat ze hierboven hadden. Oh, hier zijn. Oh, ze hebben het gewoon nice en cozy gemaakt. Jullie hadden het dus helemaal zo slecht nog niet. Kussens. En kaarsjes. Gevaarlijke combi. Hierboven is een kistje nog, denk ik. Ja. Een lunchdoos. Nou, mooi. En wat hebben we hier? Een medkit. Of niet? Wat is dit dan? Nee, het is geen medkit. Oh, drugs. Oh, een viesrikke. Wat staat hierop? Een hele grote notitie. Geen zin om dat te lezen. Maar dat hebben we wel vet gedaan, hè, jongens. Oh, die draad die kunnen wij niet pakken. Welkom terug bij een nieuwe port. Laat vast je like achter. En ja, laten we even wat coole dingen gaan doen in deze port. Let's go. Ik heb even op de kaart gekeken en wat ik zie is dat er verschillende dingen te doen zijn rondom dit gebied. Allereerst gaan we deze verloren brief verzamelen en dan heb ik er, als het goed is, 4 of 5 van de 20. Of 4 of 5 van de 10, ik weet niet hoeveel verloren brieven er in de game zitten. Maar dat zijn er in ieder geval vrij weinig, dus het is wel cool wat we kunnen doen. Ik dacht het al, wow, wow. Wie ziet mij? Nee, 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 nee. Zo ja. Lekker voor hem. Nog meer. Jezus. Kijk, dat werkt wat beter dan zo'n kruisboog. Nou, die gozers zijn in ieder geval dood. Het werkt op zich best lekker. Wat zijn dit voor beesten? Nee, hier heb ik niks aan. Dit zijn wolven. Daar heb ik niks aan. Ik heb zat mensen of zat wolven gekild de afgelopen tijd dat ik niet aan het opnemen was. Dus ik ga deze zijroute nemen. Om dan de berg op te kunnen via deze route.
En dan pakken we de verloren brief. En daarna gaan we dus naar de modeweek van Kirat missie die vrijwel om de hoek ligt. Die is echt erg dichtbij. Dus dat is prima om te doen. Dan pakken we deze route. Ik snap niet dat het GPS-systeem dit soort routes niet aangeeft. Dus ze staan toch ook op de kaart. Misschien hierom. Wat is dit? Laten we die ook gewoon killen. Oké, eerst pakken we de pijlen terug. En dan killen we het gewoon, kijken of we de huid in de toekomst nog nodig hebben. Dan heb ik in ieder geval een huid van een wild zwijn op zak. Wat is dit? Jaloens zaad. Dat is een rare naam. Dat zaad er nog achter. Wow, beertje! Auw! Zo, mooi. Die is down. En dan hebben we de derde beer op rij. Kan ik hem fillen? Ja, ik kan hem fillen. Ik heb namelijk in zijn totaliteit 8 berenhuiden nodig. En dit wordt de derde. Dus we hebben nogal aardig wat te doen deze poort. Nou, goed. Dit hebben we ook weer gefixt. Dan ga ik weer over naar mijn kruisboog. Voor alle andere dieren die misschien komen. Kijk, een kruisboog is niet al te goed voor dichtbij. Zijn dit nou assassins? Ik vraag het me gewoon weer af. Schat, kijk eens. Elke keer als ik bij een verloren brief aankom, ik kom nu ook via deze grot binnen. En het is super geheim en het valt bijna niet op. Hele kleine grot, zie je? Mm-hmm. Dan kom ik aan. Vervolgens, nou, een beer heeft hier zijn holletje gemaakt. Maar het zijn verloren brieven. En kijk hoe deze guy eruit ziet. Waar doet het jou aan denken? Ja, het lijkt wel op assassins. Het lijken inderdaad de assassins. Die jasjes lijken er heel erg op. Die jasjes en... Ja, gewoon die hoed en die stijl en alles. Alsof dit echt al heel lang zit. Het zijn ook verloren brieven. Ja. En misschien moet ik ze gewoon eens gaan lezen. Is dat niet slim? Om gewoon eens al die brieven achter elkaar te gaan lezen en dan te achterhalen wat deze gasten zijn. Want ze zijn echt al heel lang dood. Het zijn niet voor niets skeletten. Maar al die outfits en kostuums, het heeft iets vrij mysterieus waar ik wel benieuwd naar ben. Nou goed, we kunnen hier nu weer weg. Discussie over. Misschien zijn het assassins, misschien haal ik me ook wel iets heel raars in mijn hoofd, maar ik weet het niet. Met de vaardigheden ga ik hiervoor sparen, voor focuspuit niveau 2. Dit heb ik namelijk nu al, even kijken, deze karma skill, de karma boost, heb ik al 7 keer geleerd, zoals jullie zien. Dus de volgende gaan we eventjes focuspuit niveau 2 doen. Voor voorwerpen kunnen we de zware munitiebundel maken, nou dat is mooi. En vervolgens heb ik sneeuwluipaardhuid nodig. Nou, dat ga je ook alleen vinden in Himalaya gebieden. Dus daar ben ik ook nog wel even zoet mee. Vervolgens switch ik over naar de grenade launcher. Want volgens mij is er een convoy in de buurt. Ik weet het natuurlijk niet zeker. Eerst kook ik ook even ammo bij die vent. Thanks. Ja, dat helpt heel erg, man. Switch je terug naar de shotgun voor als er wat gebeurt, als er opeens een wild dier voor onze neus springt ofzo. Gaan we terug naar de auto, dan gaan we eventjes beginnen aan een modeweek van Kirat missie. En dan hoop ik natuurlijk op de huid van een geestbeer te jagen ofzo. Rijk nog bijna die man aan ook. Laten we eventjes de markering neerzetten en dan gaan we er zo snel mogelijk heen. Zo, modeweek van Kirat missie is geselecteerd. Wat zijn dit voor beesten? Allemaal wilde zwijnen, daar hebben we ook geen zak aan. En ik heb ook wat kaarten gekocht trouwens, misschien ook wel leuk om dat te updaten. Inmiddels heb ik wat kaarten gekocht, zodat er meer collectibles beschikbaar zijn op de map. Tot op heden had ik dat nog niet gedaan, omdat ik gewoon simpelweg niet zo heel veel geld heb. Ik ben vooral geïnteresseerd in de wapens, en die kosten nogal wat, dus... Om dan al die kaarten te gaan kopen, sommige zijn ook nog aardig duur. Dat heb ik eventjes overgeslagen, maar heb ik er nu dus wel een paar van gekocht. Een stuk of 5 of zo. En nu wordt het tijd voor een modeweek van Kirat missie. Laten we luisteren. Wat? Jeetje, kijk, het blijft doorgaan. Ik dacht, het werkt het nou niet, maar ik lees nu de tekst pas. Weet je het zeker? Weet je het echt zeker? Wil je nog iets zeggen voor je sterft? Mr. Chiffon, I found your latest design. It's a... Breathtaking? Sensational?
It looks like a bag made out of a honey badger. Rare honey badger, rare. The fiercest. Yes, I know. We've all heard the rumors. They're nasty, they don't give a shit. I could go on, but I won't. It's passé, so last year. Just get out there and kill that badger. Ik ben heel erg benieuwd. Op 200 meter afstand, we moeten de bergen in. Ik hoop eerlijk gezegd op een quad in de buurt ofzo. Vooral die berg, je moet er niks zien, blauw schaap. Bam! Hier, die krijg je, omdat ik altijd op zoek ben naar fucking blauw schapen. Hier, een luchtschot in zijn buik. Nice, dat is blauw schaapje. Hey, nog een blauw schaap. Kom hier, jij kutbeest. Ik haat die kringen, echt. Ik ben zo lang op zoek geweest naar die klote beesten. Ik ga ook meteen een spuit gebruiken. Stop het in je. Yeah. Ga dood. Allemaal blauwe schapies. Mooi, kom maar bij papa. Dit klinkt echt heel eng. Ik ben nu echt een vette roze? Wat? Vet rare psycho. Kom maar hier bij papa, jij vies blauwe schapie. What can I help you by today? Ik kan me helemaal niet helpen, hou je bek! Die man weet niet wat hem overkomt. Meteen ook dood. Geef hem gewoon geen één kans. Fuck jou, je moet je muil houden. Wat zijn hun aan het doen? Ik pak hier even het kistje op, want ik heb al wat geld nodig eigenlijk. Ik hoor een beer. Waar ben je beer? Hey beer, waar ben je man? Ik hoor een beer, ik heb berenhuiden nodig. Dus kom maar hier, ja, beer. Normaal ontwijk ik ze. Wacht eens even, kom maar hierheen anders. Kijk, daar komt hij al, daar tussen de bomen. Oh, ik zie hem al. Vieze man. Hier, dood. Mooi zo. En omdat hij rolt, hoef ik hem niet eens mijn messie in hem te steken. Waarom zijn hun aan het gillen? Wat gebeurt er hier? Oh, ze rijden elkaar weer dood. Wat is het nou voor actie? Oh, wat is er vies doodgaan? Rug gebroken. Zit maar als een tieten, hè? Oh, hij is een vieze necrofiel gewoon. Oh, ze is dood. Ik ga naar tieten zitten. Hey, fijne rit jullie. Doei! Enemies? Wat doen die hier nou weer? Weg man, jager. Met je brandende pijl. What the fuck deden die hier nou weer? Nou, laten we even godverdomme snel naar die das toe gaan. Want het is een hele zeldzame das. En het blijkt heel interessant te zijn. Dus laten we dat maar even gaan doen. Daar hebben we gewoon zin in. Gaan we gewoon doen. Blauw schapie, kom op bij papa. Ik zie je wel rennen met je dikke aars. Godverdomme. Jezus! Nice. 13 XP erbij voor kill, dat vind ik best wel veel eigenlijk. Ging net wel weer 50 af toen ik die gas een headshot gaf, maar dan moet hij zijn bek maar houden. Oké, met welk wapen... Wow, ik moet een gek wapenwissel doen. Laat ik dan mijn shotgun maar even wegdoen. Ik bedoel, die kan ik toch altijd wel weer halen, toch? Nou, laten we ons best doen. Kijk even hoe vies deze man helemaal met bloed is weggesleept. We gaan blijkbaar op zoek naar een hele legendarische das. Waar mensen niet eens meer in geloven. Het is gewoon een mythe. En ik gok nu een hele gemuteerde honingdas. Een hele grote gemuteerde. Dus we zullen het zien. We gaan de vaardigheden... Heb ik er weer een vaardigheidspunt bij? Nee, hebben we niet. Even kijken welk voorwerp kunnen we maken. We kunnen deze maken. Blauw schapiehuid. En de volgende heb ik een nevelluipaard nodig. Oké, dan heb ik dus wilde honden nodig. Nevelluipaard, Indische neushoorn. Allemaal malle dingen. Maar laten we gaan. Naar dit punt. Ik kom hier aan en ik zie al meteen gewoon allemaal skeletten. Dus die honingdas die heeft de afgelopen jaren best wel wat honger gehad. Ik zie ook meteen een wolfie dood. Ik pik de bloemetjes mee voor spuiten die ik kan aanmaken. En dan gaan we maar voor een jachtspuit om te zien waar die gozer is.
Is dit hem? Hier, ik heb hem al in één keer. Jezus, wat was dit voor beest, man? Holy motherfucker. Zeldzaam diertje, hoor. Malbeest. Ik ga wel even meteen terug voor mijn shotgun. Ik haat dit soort guns. Ik weet niet wat het... Ik weet niet waarom het is, maar ik heb echt nooit een band gehad met light machine guns. Ik ben er gewoon niet zo'n fan van. Ga je maar lekker terug, jij. Hier, ik heb gewoon een gouden Model 1887. Dat is toch veel cooler. Ik hoor een convoy dat rechtstreeks op me afkomt. Hup. Godverdomme kak. En we hebben ze. Lekker hoor. Best wel nice hoe ik dit heb gedaan. Zagen jullie trouwens die grenade vliegen? Ik schoot iets te veel deze kant op. Oftewel, ik schoot via deze plaat zo klonk een grenade omhoog. En die hitte iemand waarmee ik gewoon een kill maakte volgens mij. Want ik kreeg XP stond het links in beeld. Dus hoe episch was dat dan? Nou, laten we eventjes die grot ingaan. Want omdat we dus die honingdas hebben gekild. Heel zeldzaam dier. Hebben we helemaal geen aandacht meer geschonken aan wat hier nog allemaal in de buurt was. Kijk, deze guy is dood. De honingdas ligt hier ook nog ergens. Nee, die is gewoon... Oh, hier ligt hij. Raar beest dat het was, jongen. Moet je kijken, wat een beest. Hele andere kleuren ook. Gewoon een gemuteerde versie of zo. Alpha mannetje, hoor. Dit kan ik helemaal niet fillen en zo. Leuk. Dat kan ik ook niet fillen. What the fuck heeft die honingdas allemaal gedaan, man? Die heeft tijgers gekild. Het was wel echt een mannetje, hoor, in honingdassenwereld. In honingdassenland wil je geen ruzie met die honingdas. Gebruikte aars. Wat is dit dan? Een stiletto. Best wel scherp als een stiletto. Wow. Nou, laten we weer weggaan. Let's go! Misschien kunnen we in de buurt nog gaan naar een andere sidequest. Ik ben benieuwd wat er in de buurt kan zijn. Ik zie daar wel nog een vrachtwagen die ik kan kapen. Zie je het vrachtwagen icoontje? Dat kunnen we natuurlijk altijd nog doen. Drifting like a boss. Deze toren en zo heb ik al overgenomen. Hey, it's AJ. What do you need me to do? AJ, we have an entire clinic with contraceptives and disease tests to smuggle into Lua's brothels. Can you protect the drugs? Fuck. Wouldn't guns be better protection? Yes, but we never get them past the army. Sending you the location. Alright, even kijken hoor, wat er achter me is. Gok een waterval. Hoe kom ik hier überhaupt nog weg nu? Beetje snelheid misschien. Ja, nice. Oké, laten we daar maar snel heen gaan. Oh, jammer, dit werkt net niet. Drifting like a boss werkt wel. Oh, ik kon hier gewoon omhoog. Wist ik. Ik dacht, ik ga gewoon cool driften. Thanks for all the ammo. Kijk, ik denk toch wel dat ik alles hier heb opgepakt. Laten we de truck maar ingaan.
62 van 150 propagandaposters. Even kijken, ik heb hier een MP5 met silencer. Best wel cool. Doet me heel erg denken aan Call of Duty 4, vooral met die zwarte camo. Maar ik denk toch wel dat ik een grenade launcher moet gaan vechten voor dit soort missies. Shortcut, wat ga je doen, man? Multikill. Masterkill. Tuurlijk, rijden gewoon tegenaan. Rij nou gewoon. Noor's organization, die bestaat niet meer, want Noor is dood. Nou, het gaat allemaal nog maar net goed. Je tekst was iets te laat, want we zijn al aan het vluchten. Haha, nou heb je geen wielen meer. Jij ook niet. Oké, die is in ieder geval down. Goh, schiet een beetje om, man. Hoe slom rijden? Oh, hier moet ik al zijn. Gelukkig. En blij dat ze zijn. Kijk dan. Hey, hey, hey. Gaan we op de kaart kijken waar we in de buurt zijn. Misschien is er nog een modeweek van Kirat in de buurt. Even kijken. Nee. Waar is de eerstvolgende modeweek van Kirat? Ben ik wel benieuwd naar. Even kijken. Dit is het fort van Yuma. Dat is die Chinese chick. En dan hebben we nog een fort ergens. En dat is de P. En dat is het fort van Pagan Min. En dat is een fort dat zeer moeilijk is. Het is ook logisch, want het is een fucking fort van Pagan Min. Ik heb wel het idee dat hier de game begon. Dat is dat fort waar we waarschijnlijk aan tafel zaten met die andere gast. Hier is een nieuwe missie van Herc beschikbaar. Hier is een nieuwe Shangri-La Tanga. Hier is een nieuwe missie van Sabal. En nog steeds, tot op heden. Wat is dit dan? Wat is Utkarsh? Hij moet toch echt op de kaart staan? Nou goed, het zal wel. Wat we gaan doen? We gaan naar Yogi en Reggie. En dan gaan we in ieder geval de cutscene kijken. Misschien begin ik dan wel de volgende part aan de missie. Of misschien redden we de missie wel in een part. We zullen het zien. Laten we gaan. Oh! Come on! Free! Get him back, AJ! I know what I'm doing! Oh! Jeez, did it work? Just gave you CPR, what do you think? Oh. All right, then, you have a go then. No, me? No. It's AJ's turn. Oh, right, it is. Don't worry, AJ, I've got a good feeling about this badge. Yeah, it's called the Hubbly Bubbly. Things are much better down where it's wetter. I'm gonna regret this, won't I? You're not gonna stab me with something? Oh, fuck. Right, can't forget that.
Don't worry, we know CPR. Yeah. I was in St. John's ambulance. Ik begin het idee te krijgen waarvoor ik dit doe. En waarom hij ook weer steeds terug gaat naar Yogi en Reggie. Wat hun voor jou doen, is hun komen erachter hoe je nieuwe effecten krijgt met die spuiten en zo die we altijd gebruiken. Wat staat er? Wauws. Helemaal wauws. AJ. Reggie heeft hier een beetje te veel van genomen. Hij ligt nu in de foetushouding op de vloer, brabbelend over eenarmige trombonespelers en koeien. Dus ik wens je veel succes, want dit is niet mis. We wachten op je met al je geweren en zo. Je kent het nu wel, Yogi. Zie je? Ze hebben helemaal geen kwaad in de zin. Hun zijn gewoon die spuiten voor me aan het maken en testen dus de effecten. Maar ik kom er nu simpelweg ook niet echt achter waar ik heen moet. Water. Zullen we echt moeten zwemmen? Wow. Blijkbaar wel. Wow, wow, wow. Dit is echt trippel, man. Het zwemt ook echt gewoon heel lastig. Boeddha's en gekke dingen. Snel, schiet op. Ik haat onderwater zijn in games. Phew. Oké, we pakken de gun. Ze hebben een scorpion bij hun en voor de rest best wel veel ammo. Hij heeft een goedkope GPS bij hem. En we moeten gewoon weer zwemmen, het zal niet. Oh, dat malle muziekje ook op de achtergrond, waar moet ik heen? Ik raak soms echt helemaal in paniek gewoon. Het is ook best wel donker hier. Oh, dit zal vast en zeker een spuit zijn waardoor we bizar goed kunnen zwemmen of langer onder water kunnen blijven ofzo. Dat een bijwerking is van die spuit die ze hebben ingebracht. Wow. Where am I? Naakt en schreeuwend. Wat is dit voor iets raars? Er zal vast en zeker wat gaan komen, want ik heb niet voor niets een scorpion gekregen. Wow, dat bedoel ik. Wat de fuck gebeurt er, jongens? En dit gaat allemaal in mijn hoofd, hè? Wow. Kijk maar, ik heb niet zomaar een scorpion gekregen. Wow, 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 wow. Seeking answers. Oh, het is zo blauw, mijn ogen. Oh, ze gaan ook gewoon niet dood. Holy shit. En daar heb ik al mijn guns weer. Naakt en schreeuwhond. Zijn die enemies er nou nog? Nou, dit is dus het bewijs van dat het echt allemaal in mijn hoofd afspeelt. Er zijn niet eens enemies geweest. Het is wel een mooi gebied, want het is dit gebied waarin het sneeuwt en zo. Ik zie als het goed is hier ook een blauwe... Oh, het is een blauwe bloem. Ik dacht dat het serieus een propagandaposter was op de muur of zo. Nou, dat is dus niet het geval. Laten we alleen nog naar deze vraagteken gaan wat zich in het meer hier bevindt.
Zien jullie dat vraagtekentje? Dus we springen er even heen. Oh, ze hebben me niet gezien, want ik ben onder water. Oh, gaan we weer, hoor. Klote vissen. Douaneopslag. Waarom zie ik niks dan? Ja, die gozer vaart tegen mijn hand aan. Ouch. Ah, oh, vaart hij net weg. Jammer hoor. Ik denk dat dit vraagtekentje op de kaart serieus gewoon bedoeld was voor dit gebouw hier. Want hier op de bodem is niets te vinden. Of toch wel? Nee, nee, ik trip hem. Er is hier echt niets. Het gaat waarschijnlijk om dit gebouwtje hier. Nou, ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze part. Laat sowieso je like achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. De missie van Yogi en Reggie was zoals vanouds natuurlijk weer bizar. Maar ik ben er nu wel achter dat hun gewoon simpelweg ons nieuwe bijwerkingen van spuiten laten zien. En dat ze helemaal niet zo slecht zijn. Ik dacht eerst dat ze ons steeds drogeerden ofzo. Maar ze spuiten gewoon zo'n nieuw goedje in om te testen of het werkt. Kijk, het is natuurlijk niet de manier. Maar jullie kennen Yogi en Reggie ook wel wat langer dan vandaag. En het zijn gewoon malle mensen. Oh, kom op. Ik kom er net. Ik hoop dat ik hem nog red aan het einde van deze part. Oh, hij gaat zo snel. Ah, jammer. Oeps jongens, sorry. Fijne dag nog, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Later.